We zijn in Marokko. Een paar uur vliegen van Nederland en het gekke is, ik was er nog nooit geweest. En het overtreft al mijn verwachtingen. Ten eerste, de steden zijn heel kleurrijk met geweldige architectuur, verrukkelijke restaurantjes en eetbal. Lekker! We zijn dwars door het Atlasgebergte gereden. Prachtige natuur. En dan kom je eigenlijk in een gebied zoals het er hier uitziet. En het lijkt wel alsof je teruggaat naar de middeleeuwen of naar de sprookjes van 1001 Nacht. De mensen zijn zo gastvrij. Ze verwennen je, ze vinden het prachtig dat je er bent. Ik kwam hier alleen maar even om te kijken wat ze hier aan het doen waren. En voordat je het weet, sta ik hier met een kop thee, met brood, met olijven. En als ik wil, een stukje schaapskop. En niet voor niks zitten we hier nu in een gebied waar heel veel films zijn opgenomen. Van bijvoorbeeld Indiana Jones of van James Bond. En het is leuk om daar gewoon tussenin te zitten. Maar je hebt natuurlijk ook in het noorden hele moderne steden als Casablanca met alles erop en eraan. Eigenlijk is het voor ieder wat wils. Al loop je alleen al in Marrakesh bijvoorbeeld over het centrale plein. Je loopt bijna over de hoofden heen. En er is van alles wat je kan zien. Er zijn slangenbezweerders, er zijn verhalenvertellers, er zijn mensen die een toneelstukje opvoeren. Een waarzegger. Hoe meer geld je betaalt, hoe beter je toekomst eruit ziet. Het is een avontuur om hier te zijn. Ik ben Nederlanders tegengekomen die hebben gezegd van we zijn hier nou voor de derde keer. En we gaan een vierde keer ook, want we zijn nog lang niet uitgekeken. En hoe ga je hierheen? Ik vlieg altijd met de KLM.